Wist je dat de hoeveelheid daglicht in huis mede bepaalt hoe gelukkig je er bent? Daar moet je bij de inrichting van je huis natuurlijk rekening mee houden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de stand van de zon en de baan waarmee de zon om je huis heen draait. Voor veel mensen is de afmeting van een kamer of de aanwezigheid van kastruimte doorslaggevend voor het gebruik van deze ruimte. Zo wordt vaak de grootste kamer op de eerste verdieping automatisch de hoofdslaapkamer. Maar die afmeting zegt natuurlijk helemaal niks over of dit nu de beste plek is voor een goede nachtrust. Of waar moet de wasmachine staan? Of op welke plek zetten we de eettafel neer? Dan kan je natuurlijk alles functioneel inrichten en dan gaat de wasmachine staan op waar de vorige bewoner de aansluiting heeft laten aanleggen. Maar je kan je huis ook indelen zodat je optimaal gebruik maakt van wat wellicht onze belangrijkste energiebron is. En dat is de zon. Natuurlijk, licht is voor ons mensen belangrijk, want licht beïnvloedt onze biologische klok. Onze natuurlijke dag- en nachtritme, of circadiaanse ritme. Dit ritme bepaalt wanneer we ons actief voelen of we juist slaperig worden. En op het moment dat we onze biologische klok negeren of tegenwerken, dan merken we dat direct. We kunnen niet meer goed slapen, zijn de volgende dag geïrriteerd, kunnen ons niet meer concentreren. Kortom, onze biologische klok bepaalt ons welzijn. Vandaar dat gebruik maken van de zonnestralen een eenvoudige manier is om je huis zo in te delen dat het bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en dus aan je woongeluk. Nou begrijp ik ook wel dat soms een huis net ongunstig op een perceel ligt. De ene staat zo op de zon, de andere staat zo op de zon. Daar kan je natuurlijk weinig aan doen. Maar hoe je binnen je kamers indeelt en gebruikt, daar heb je natuurlijk wel invloed op. En een aantal richtlijnen kunnen je daarbij helpen. Pak een plattegrond van je huis en bepaal als eerste waar het noorden, het oosten, het zuiden en het westen is. En zoals je weet komt de zon op in het oosten, gaat door naar het zuiden en gaat onder in het westen. En idealiter zouden we dan onze ochtendactiviteiten in het oosten willen hebben, onze dagactiviteiten op het zuiden en onze avondactiviteiten op het westen. Om zo optimaal van het natuurlijke zonlicht te kunnen profiteren. Dat zou er zo concreet uit kunnen zien. Aan de oostkant is het fijn om je slaapkamer te hebben. Ten eerste word je wakker met natuurlijk licht. En het is de koudere kant van je huis, zodat je 's nachts ook niet meteen uit je bed zweet. En 's avonds is het donkerder omdat de zon er niet op schijnt en dus is deze kamer het beste te verduisteren. En het oosten is ook een fijne plek om te ontbijten. Een lekkere kop koffie erbij of een kop thee, krantje, iPadje. En overdag is de zuidkant de ideale plek om je dag door te brengen. Misschien ook als werkplek, zolang de zon niet rechtstreeks op je beeldscherm schijnt. En 's avonds is de westkant van je huis de plek waar je de voordelen van de avondzon kan gebruiken. En het is dus de ideale plek voor de keuken, voor de eettafel of de terrassen buiten. Kamers die op het noorden gelegen zijn, die krijgen vaak het minste directe lichtinval. En daarom zijn dit goede plekken om hobby's uit te voeren waar lichtintensiteit misschien belangrijk is, zoals schilderen. Verder zijn kamers grenzend aan de noordzijde van je huis ideaal voor bergingen en technische ruimtes, waar het gebrek aan zonlicht eigenlijk helemaal niet van belang is. Of ruimte voor je boekenverzameling, of een muziekverzameling, of kunst, waarvan je juist te veel blootstelling aan de zon wil voorkomen, om geen schade of verkleuring op te lopen. Dus, door de ruimtes van je huis zoveel mogelijk af te stemmen op je eigen biologische klok en de invloed die de zon daarop heeft, creëer je niet alleen meer wooncomfort, maar ben je je huis ook aan het inrichten voor meer geluk. Waardoor je huis waarschijnlijk passender voor je zal worden. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk. Ik zou het heel fijn vinden als je abonneert op mijn YouTube-kanaal. Geef deze video een like en kijk een van de andere video's. Wellicht haal je daar weer een tip, inspiratie of een idee uit om van je eigen huis nog meer een thuis te maken.